Tenminste, wat ik altijd leuk vind, daar hadden we ook dat hondje voor. Ja. Daar hangt rondom nieuwe muziek en dan nog altijd een beetje zo'n aura van ze zal ingewikkeld of niet van mij zijn. En ik denk dat we met een aantal projecten die we in de muziekweek doen en ook door het festivallogo of dit als beeld te kiezen, dat je probeert het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor mensen. En dat zullen we de komende jaren alleen maar blijven volhouden en blijven doen. Dat nieuwe muziek is, soms is het ingewikkeld, je moet er even wat meer moeite voor doen. Maar er is genoeg voldoening te halen, zeg maar. Ook voor iemand die, om iets te noemen, in Le Guess Who geïnteresseerd is. Daar wordt ook een avontuurlijke houding van je gevraagd. En de meeste bands die we spelen ken je eigenlijk ook niet. Maar je koopt een festivalticket en je loopt tegen verrassing aan. Nou, zo willen wij met de muziekweek eigenlijk ook optreden. Dat je gewoon het avontuurlijke van de mens aanspreekt en dat je ze over die drempel heen haalt om het festival te bezoeken.